Wij zijn een stichting die zich bezighoudt met zorgdieren. En dat zijn dieren die ofwel ernstig chronisch ziek zijn, of dieren die terminaal zijn en die hier komen om te sterven. Die begeleiden wij erin. Of dieren die zwaar gehandicapt zijn. En dat kan dan lichamelijk gehandicapt zijn. Of visueel auditief. En daarnaast vangen we ook dieren op die herplaatsbaar zijn. Het blijft niet alleen bij honden, maar we hebben ook boerderijdieren, paardachtige hier rondlopen. Dit is onze kleine Rudolf. Die is door een stel mensen gered en uiteindelijk bij ons binnengebracht. Als klein kalfje van 5 maanden oud. En dan kun je zien hoe groot ze worden, uitgroeien. En hij is nog steeds in de groei, dus hier blijft het niet bij. We lopen hier in het bos, een van de 3 bossen die wij hebben. Dit is het wat wij noemen gedenkbos. Ook de honden die, ik weet niet waar Alfie is, maar die loopt ergens daar, die doof en blind zijn, die hebben hier maximale vrijheid, want alles is omheind. De hele filosofie is dieren zoals ik dat ook zie, is dieren zijn wat mij betreft gelijkwaardig aan een mensenleven. Of het nou een hond is, of een koe, of een paard, een ezel of een varken. En daar moet je met respect mee omgaan. Vorige week had ik er 11, 3 weken geleden had ik er 12. Een jaar geleden had ik er 22 rondlopen. Dus de omloopsnelheid is natuurlijk een stuk sneller hier. Ik heb een infrastructuur gebouwd hier dat als ik weg moet, dus of ik een keer een avondje naar de bioscoop wil, een keer uit eten wil gaan, of met een vriend of een vriendin afgesproken heb, of een intake heb met een dier, of even naar mijn ouders wil die in het zuiden van het land wonen, dan is Priscilla, een collega van mij, die past dan op. Ook als ik bijvoorbeeld voor mijn werk een week weg moet. Dan komt ze met een koffertje hierheen. En dan blijft ze gewoon een week hier en neemt ze alles over. Vanaf kind af aan ben ik al stapelgek op dieren. Dat is gewoon een rode draad in mijn leven. Toen ik oud genoeg was om zelfstandig te gaan wonen, toen had ik ook heel snel mijn eerste 2 honden. En dat waren honden die speciale zorg nodig hadden. En daar is eigenlijk een beetje de liefde voor zorgdieren wel vanuit gekomen.